belde hij me wel. Elke morgen belde hij me wel. En dan zei hij, papa, het gaat goed, het loopt lekker. En dan zei ik alleen maar, gas erop en hou de kop erbij. Want dat ik zeg, doe langzaamaan, dat doet hij toch niet. Hij luistert toch niet naar zijn vader? Nee, hij luistert niet. Mag ik even met u teruggaan naar vorige week woensdag? Vorige week woensdag? Ja, de dag dat hij de etappe won. Ja, daar was ik heel trots. Daar was ik zo trots, nou, dat kun je helemaal niet denken. Ja, en iedereen belde me op, iedereen een mailtje. Benny, oh god, wat is dat mooi. Oh, ik heb nog nooit zoveel telefoon gehad en mailtjes en WhatsApp en het hele spul, hoe het ook spul maar heet. Maar het was heel verschrikkelijk. En hoe was het afgelopen vrijdag dan? De dag dat het ontzettend goed ging, dat hij podium in zicht had, maar dat het s'avonds fout gaat en dat de motor stuk is. Nou, dat zal ik je vertellen. Toen ik het ergste meegemaakt had, toen zat ik in Spanje op jacht. Op jacht en ik lig in bed om 9:30. En toen zie ik op display, telefoon, Chantal. Zijn vrouw. Ik denk dat ja, maar ik dacht heel wat anders. Dan kun je wel denken, ik ben er alleen verloren. Ik denk, oh, dat kan niet goed zijn. Ik zag Chantal op display. Maar toen zegt ze, hij heeft een motorstuk. Ik zeg, oh, dan is het goed. Maar ik dacht heel wat anders. Dat was voor mij erg. Als je dat applaus hoort, gaat het een beetje dagen wat je hebt gepresteerd en veroorzaakt in Nederland. Ja, inderdaad. Dus, het geeft best wel een bijzonder gevoel. Ik wil even met je terugkijken de afgelopen weken. Als je nu één gevoel moet weergeven, wat is dat dan voor gevoel? Ja, een gevoel van toch wel een overwinning. Een gevoel van overwinning, doorzettingsvermogen met ons team om samen eigenlijk de beste prestatie eruit te halen die we voor mogelijk hadden. En ja, we hebben een etappezege gewonnen, een geschiedenis geschreven. Zoals iedereen weet hebben we helaas niet uit mogen rijden, maar voor mij ben ik gewoon, of voor ons zijn we gewoon gefinished. 200 kilometer voor eind, iets een mechanisch probleem waar je eigenlijk niks aan kunt doen. Wij zijn gewoon gefinished. En we hebben een fantastische Dakar gehad en ja, als je dan weet wat je kunt met elkaar, dan smaakt het alleen maar naar meer. Ja, ik wil even teruggaan naar het begin, want je stapt in een auto met een navigator die je eigenlijk bijna niet kent. Ja. En dan moet je die hele woeste woestijn door. Hoe is dat dan, dat gevoel? Ja, dat gevoel is best wel lastig. Vooral in het begin, wat je al zegt, je kent elkaar niet. Je moet aan elkaar wennen. Hij geeft jou bepaalde instructies in het Engels, wat toch wel weer lastig is. Want je moedertaal is natuurlijk Nederlands. Dus je moet leren communiceren met elkaar. Je moet leren rijden met die auto. Mijn collega's van Toyota Gazoo Racing, die hadden al meer dan 4000 kilometer met de auto gereden. Ik maar 400 kilometer. Dus alles moest... Net als een nieuwe auto, dat moest inlopen, dat moest gaan samenwerken. En wij moesten dat gelijk in het echtje doen, om het maar zo uit te drukken. En ja, dat duurde toch wel even voordat dat liep. En dat zag je ook gedurende de rally, dat we dat heel langzaamaan opbouwden, tot op het moment dat het goed was. En dan zijn we steeds meer in de aanvalmodus gegaan. Ja, en dan tot vorige week woensdag, die dag die de geschiedenis ingaat, jouw etappeoverwinning. Ja, de etappeoverwinning. Ja, dat was de dag dat de samenwerking met Michel Perrin fantastisch liep. Dat was de dag dat de Toyota fantastisch zijn werk deed. Ik deed mijn job en de monteurs hadden een goede auto neergezet. En dan zie je, dan loopt alles zoals het hoort te lopen. En dan win je een etappe. Ja, en dan gaat het eigenlijk heel goed verder tot die vrijdag. Maar de vrijdag zelf ook. Het was hartstikke goed. Peter Hansel, een van jouw klassementsrijders die voor jou lag, die staat stil. Dat zie je ook volgens mij. Ja, dat zagen wij. Dat zagen wij gebeuren. En Peter Hansel die lag op dat moment derde. En wij lagen vierde in het klassement. En wij wisten aan de finish dat hij nog steeds niet binnen was gekomen. Wij lagen op dat moment weer aan de leiding. Met 3,5 minuut voorsprong op de nummer 2 Nasser Al-Attiyah. En ja, dat gaf hem wel een gevoel van, hey, we staan nu derde in het klassement. En hoe rij je dan? Eigenlijk niet anders dan alle dagen daarvoor. En omdat wij hebben tijdens de rustdag lagen we al derde en de dag na de rustdag lagen we derde. En ik had toen ook al zoiets, de Dakar is lang. De Dakar, de finishvlag, valt pas op het moment dat die valt. En ik kan me wel heel druk maken, maar zoals we ook hebben gezien, het kan zo over zijn. Ja, want ook voor jou was de Dakar te lang. Wat gebeurde er precies?
Nou ja, wat er gebeurde is de tweede gedeelte van die dag dat wij dus voor Stefan Peter Hansel lagen en in het klassement derde stonden, reden we op rechtstuk 190 km per uur, gewoon vol gas en de auto is daar perfect op afgesteld. Hij maakt een bepaald aantal toeren en dan stopt hij, dan gaat hij in de begrenzen en we reden gewoon netjes, we deden alles gewoon goed zoals het hoorde en op een gegeven moment een grote knal en ja, toen hoorden we dat er een defect in de motor was. Ja, en dan, ik schakelde behoorlijk snel en mijn navigator ook van ja, dit is niet goed. Het is nu, dit is iets mechanisch wat we waarschijnlijk niet kunnen repareren. En wat denk je dan op zo'n moment? Op dat moment ging er één ding door mijn hoofd. We gaan de finish niet halen. En we gaan... Is dat dan teleurstelling of woede? Mechanische spot, kan zoiets gebeuren. En een stukje woede, een stukje teleurstelling. Maar heel snel ook wel weer anticiperen van ja, wij hebben ons ding gedaan. We hebben het maximale eruit gehaald. Wij hebben denk ik met elkaar laten zien wat we waard zijn. We hebben met de Toyota gevochten. We hebben met Michel Perrin, met de monteurs. Alles hebben gedaan wat we konden. Ik had een triangeltje bij me. Een gevarendriehoek die je officieel dus op de weg neer moet zetten voor de andere competitors, wil ik laatst, voor de deelnemers die eraan komen. Ik zette dat triangeltje weg. 10 seconden kwamen de tranen en ik had zoiets van, ja, maar waarom? Omdat ik het niet gehaald heb? Nee, voor mijn idee, voor ons zijn we gefinished en we hebben ons doel gehaald. Nee, we hebben niet ons doel gehaald, maar we hebben in ieder geval klassementen hebben gewonnen. We hebben fantastische resultaten gemaakt, we hebben alleen de finish niet gezien. Ja goed, die laatste 200 kilometer, daar gaan wij de pret niet, daar gaan ze de pret niet om drukken. En dan de toekomst, hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat wij ons op de kaart hebben gezet en ik weet wel dat er al veel mensen op de achtergrond bezig zijn om te kijken van nou, hoe gaan we nu verder. Ik hoop dat we in combinatie met Toyota, in combinatie met het team waar we nu mee rijden en ook met onze navigator, dat we daar weer stappen mee kunnen maken om toch maar voor die podium te gaan of toch maar voor die podium. Voor mij is er eigenlijk maar één plaats en dat is nummer één. En ja, ik wil die Dakar een keer gaan winnen. En je kunt niks zeker zeggen, maar ik weet wel één ding zeker dat ik het wel wil. En ik denk dat ik ook heb laten zien met elkaar dat we het ook kunnen. Nu weer thuis, is het dan? Hoe fijn is het om hier weer te zijn? Heel fijn. Heel fijn om weer mijn kinderen te zien, mijn familie, mijn vader, mijn collega's. Iedereen, ja, is heel fijn. Heel fijn gevoel. En ik hopelijk vanavond naar een leuk interview, waarschijnlijk van Rob Campus. En de aandacht die we krijgen om ook ons verhaal te vertellen. Daarna hebben we gewoon een gezellig drankje en een muziekje. En dan hopen we leuk af te sluiten. Geniet ervan. En tot Dakar dan. Ja, dankjewel. En bedankt.